Wegomlegging vanwege komst Amerikaanse minister Pompeo. In verband met de komst van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, op donderdag 17 september 2020, zal er een wegomlegging plaatsvinden van 1 uur s middags tot 7 uur s avonds. Tevens zal het gedeelte rondom het onafhankelijkheidsplein het kabinet van de president. En het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking autovrij gehouden worden van 6 uur s morgens tot 7 uur s avonds. De wegomlegging omvat de volgende straten: Van Sommersdijkstraat, Kleine Waterstraat, Kleine Waterstraat van Rozeveldkade, Van Rozeveldkade, Grote Kombeweg, Mirandastraat, Meester F. Limapoostraat. Watermolenstraat, Meester F. Lima Poostraat, Monsignor Wilfingstraat, Henk Aaronstraat, Monsignor Wilfingstraat van Rozeveld-Kade. Personen die in deze specifieke straten wonen of werken, worden gevraagd niet ter plekke te parkeren. Deze straten zullen zoveel mogelijk autovrij gehouden worden. In belang van de veiligheid zal uw voertuig, indien deze er toch geparkeerd staat, weggesleept worden door een sleepwagen naar de plaats van berging. Op de totale gemeenschap wordt het beroep gedaan gebruik te maken van alternatieve routes.